ben Shelley Vergoor. Ik studeer bouwkunde aan Avans Hogeschool te Tilburg. En studeer momenteel af bij provincie Noord-Brabant op cultureel erfgoed. Je ziet wel echt dat er hier een fabriek is geweest. Je ziet ook dat het leeg heeft gestaan. Je ziet ook overal dat de natuur het een beetje overgenomen heeft. Want je ziet af en toe op beelden in de gevel bijvoorbeeld dat er groen naar buiten komt. Ik vind het wel een heel bijzondere sfeer geven. We staan nu op mijn afstudeerproject. Dit is het KVL-terrein in Oosterwijk. Mijn afstudeeropdracht is het herbestemmen van het U-gebouw. Dit doe ik in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Je ziet steeds meer van dit soort terreinen, van dit soort industriële terreinen, die worden herbestemd. Zoals bijvoorbeeld Strijp S in Eindhoven of de verkaderfabriek in Zuid-Hoogenbos. Het herbestemmen houdt eigenlijk vooral in dat we gaan kijken welke nieuwe functie dit gebouw kan hebben en ook vooral met zijn verleden. Dit is de voormalige leerfabriek. Dus het is een van de grootste geweest in Europa, of ja, de grootste zelfs geweest in Europa. Daar hebben iets van 1200 mensen gewerkt. En daarvan ook veel mensen uit Oosterwijk. Dus ja, het is eigenlijk een pand dat bij de bewoners nog veel emotionele waarde heeft. En ja, heel vaak weet de markt niet echt wat ze met de gebouwen moeten doen. En ja, dat vind ik juist een uitdaging om toch te zoeken naar ja, een functie wat wel in het gebouw past. Wij denken aan lofwoningen op de bovenste twee verdiepingen. In combinatie ook nog met een horecalocatie en bed and breakfast. En een retail functie eigenlijk op de eerste en tweede verdieping. Waar vooral streekproducten worden verkocht. Onze focus tijdens het afstuderen ligt natuurlijk vooral op het bouwkundige. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld beschadiging van kolommen. Maar ook de slechte kozijnen die erin zitten. Je hebt op sommige plekken best wel dikke muren staan. Is het dan ook wel interessant om te gaan isoleren? Heeft het eigenlijk nog wel meerwaarde? Het metselwerk is niet meer optimaal. Dus dat zijn eigenlijk de problemen waar wij ons mee bezig houden. Het wordt in principe niet uitgevoerd, maar de kans ligt er wel bij de provincie. Omdat ze ook bij andere studenten al echt ideeën meegenomen hebben. En dat is eigenlijk ook wel wat de provincie hier wil bereiken. Want ze willen juist nieuwe inzichten krijgen door de studenten. Ik denk dat de toekomst van bouwkunde toch wel een stukje gaat verschuiven. Je ziet steeds meer aannemers die een soort van computermodel gaan ontwikkelen waarin iemand zelfs zijn eigen huis kan ontwerpen. En ik denk dat een architect echt steeds meer naar dit soort panden gaat, naar dit soort terreinen en concepten gaat bedenken en plannen in plaats van echt bouwkundige oplossingen gaat aandragen. Ja, als je hier nu al loopt heb je al echt ja, het gevoel van, oh, is dit mooi? En ja, ik denk dat het, als het hier verbeterd wordt en herbestemd wordt, alleen nog maar meer wordt. Dat je echt een beetje een bijzonder gevoel krijgt.